Tijdens de finish krioelt het van de wandelaars op de wedren. En die willen natuurlijk allemaal even bijtanken of iets eten of drinken. Je zou een enorm chaos verwachten, maar voor de huisketeraar van de Vierdaagse zijn al die duizenden geen enkel probleem. Wij van Aldon verzorgen voor 60.000 bezoekers per dag hier al het eten en drinken. Door de ervaring die we hebben opgebouwd de afgelopen jaren weten we heel goed wanneer we de gasten kunnen verwachten op het wedren. En dat betekent dat eigenlijk de wachttijd maximaal 30 seconden is voor de mensen die hier iets te eten of te drinken komen halen. We verkopen zo tijdens de vier dagen zo'n 150.000 flesjes water. Daarnaast ook heel veel koffie in de ochtenduren, want de mensen beginnen al vroeg. Zo'n 35.000 koppen koffie verkopen we tijdens de Vierdaagse. En daarnaast ook heel veel broodjes. Als de mensen terugkomen, dan willen ze graag wat eten bij ons. En we bakken tijdens de Vierdaagse zo'n 10.000 broodjes vers af hier.